baal er als een stekker van. Dat terwijl je met man in macht in deze tijd een demonstratie probeert te faciliteren, ook al is die spontaan en je kunt geen afspraken maken, dat het dan zo uit de hand loopt. En dan gaan we naar de interruptie van mevrouw Feit. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel, burgemeester, voor de beantwoording. Nou, ik leef waarschijnlijk dan toch in een iets andere wereld dan de burgemeester. Want u bent toch ook wel gewoon bekend met de harde kritiek op onder andere de klachtenprocedure bij de politie. Ik wilde toch echt nog even op benadrukken. Een organisatie als Amnesty, dat is niet niks. Als die gaan roepen, wij willen gewoon een onafhankelijk onderzoek. Dan denk ik dat wij als stad van vrede en recht, en maar gewoon sowieso als gemeenteraad onze verantwoordelijkheid en college moeten nemen om te kijken van zijn we hier nou niet te ver over de scheef gegaan? Want de beelden zijn best wel heftig. En we kunnen dit toch niet echt alleen maar afdoen zo van ja, het OM. Ja, sorry, maar een heel groot deel van de stad heeft helemaal geen vertrouwen in het OM. Mijn eenheid had de opdracht gekregen de weg naar het station te blokkeren. Wij moesten voorkomen dat het tuig ongehinderd de trein kon pakken na een verboden wappiedemonstratie. Alle uitwegen waren door mij en collega's geblokkeerd. Plotseling kwam uit het politievoertuig de arrestatieeenheid. Ze renden op de menigte af en begonnen te slaan en schoppen. Ik was verbijsterd. Het liep direct uit de hand. De politie, een politieman of vrouw, is iemand die niet terugstapt maar naar voren stapt. Die wordt ervoor opgeleid, die heeft ervaring, maar dat zijn de mensen die voor ons allemaal in het veld verschijnen op het moment dat er gevaar is, onrust dreigt. Ik heb daar onbeperkt respect voor. Ik was op 21 juni in Den Haag, waar de verboden demonstratie was op het Malieveld. Het was 's ochtends voordat de demo begon al duidelijk dat we gingen optreden. Ik was stom verbaasd. Ik vroeg aan mijn leidinggevende hoe hij nu al wist dat we op gingen treden. Hij zei dat ik mijn werk moest doen en geen vragen stellen. We voeren uit wat de driehoek zegt, zei hij alleen. De manier waarop politiemensen af en toe geframed worden door mensen met verkeerde bedoelingen, dat is stuitend. Daar ga ik ook wat aan doen. Waar doelt u dan op specifiek? Nou, op Twitter filmpjes zetten of insinuaties doen, hè, dat iemand door voor de paarden terecht zou zijn gekomen en dat soort dingen. Ik vind dat zeer kwalijk. En daar gaan we ook echt tegen in. En ik heb gisteren ook zelf op sociale media gezegd, laat je niet misleiden door dit soort frames tegen de politie. Want welke invloed heeft dat goed op agenten? Nou, dat is natuurlijk toch heel fnuikend, heel negatief. Ik ben niet bij de ME gegaan om onschuldige demonstranten te mishandelen. En dat is precies wat er nu wel gebeurt. Hoewel we niet overal overgaan en sommige dingen ook gewoon bij het OM liggen of bij de Tweede Kamer. Alles is echter veranderd. We zijn niet meer dienstbaar aan de samenleving, maar aan een politiek van onderdrukking en geweld. De burgemeester is niet ingegaan op mijn vragen over de inzet van honden. Ik weet dat hij er niet over gaat. Maar ik heb wel de vraag gesteld van vindt de burgemeester dit zelf, staat hij hier achter? En of hij ervoor zou willen pleiten in zijn positie binnen de driehoek om dit niet meer te doen. Of in elk geval terughoudend hiermee te zijn bij demonstraties. De burgemeester. Voorzitter, ik ga geen persoonlijke opvang. Ik ben hier burgemeester in die rol en dat moet u ook maar houden. Ik ga er niet over en ik wil de vraag stellen. Maar ik ga er niet over. Dat moeten we echt bij OM en politie laten. Ik ga niet over de inzet van geweldsmiddelen. Waar eerder een waterkanon pas bij echte rellen werd ingezet, wordt het nu bijna tot het standaardgereedschap. Er zijn regels bij het gebruik van het kanon, zodat burgers niet gewond raken. Het waterkanon heeft als bedoeling mensen uit elkaar te drijven. Nu wordt er echter bewust gericht op de persoon gespoten, met alle gevolgen van dien. Ik onderstreep dat u, maar ik ook niet, geen zeggenschap hebben over de inzet van de geweldsmiddelen. Ik ben verantwoordelijk voor dat ik heb de kennisgeving, ik heb beperkingen opgelegd, maar ik heb hem toegestaan tussen aanhalingstekens, beperkingen opgelegd
Maar dus daar ben ik verantwoordelijk. Ik heb ook toestemming gegeven. ME, daar ben ik van, dat moet ik doen. Onder bepaalde tolerantiegrenzen. Maar goed, dat is u allemaal bekend. Maar ik heb geen zeggenschap vervolgens over de inzet en het gebruik van de geweldsmiddelen. Dat is echt aan het Openbaar Ministerie. Ik merk aan collega's dat ze steeds makkelijker geweld toepassen. Ik merkte dat ook bij mezelf. Op een bepaald moment ga je geestelijke en mentale grenzen over. Kom je in een spiraal terecht waarin je elke terughoudendheid laat varen. We voeren uit wat de driehoek zegt. We voeren uit wat de driehoek zegt. We voeren uit wat de driehoek zegt. Wanneer mijn verklaring naar buiten komt, krijg ik moeilijkheden en word waarschijnlijk ontslagen, op non-actief gezet of ik krijg bureauwerk. Dat is dan maar zo.